De Italianen van Otto Capaese Corse zijn voor iedere wedstrijd van de European UEFA Cup van de partij. Al moeten ze daar een groot deel van Europa voor doorkruisen. Steeds met een glimlach zijn deze heel snelle Italianen ondertussen uitgegroeid tot een van de vaste waarden van de European UEFA Cup. En maken ze dus deel uit van de grote familie. Voor de eerste wedstrijd van het seizoen konden ze echter niet rekenen op alle gebruikelijke teamleden. Ottorino Zorza had een beetje gezondheidsproblemen en ook Claudio Capelli is er niet de best aan doen, want die had een ski-ongeval. Er moest dus een oplossing worden gevonden voor de Trofee de Fagne en de eerste oplossing was de jonge Gabriele Torelli. Een jonge kerel die nogal wat ervaring heeft met de voortrekkers, maar die ook heel snel bleek met een WWF Fun Cup. En de andere vervanger was Martin Raginger, gebruikelijk GT-racer met Porsche en ook al eens winnaar van de 24 uur van Francorchamps in 2010. Ja, na 3 jaar ben ik terug. Ik ben heel blij opnieuw van de partij te zijn met Otto Capaese Corse team. Dit keer voor een race over 8 uur en het loopt best goed. Deze wagen is al echt heel verschillend van de bolide die je gebruikelijk bestuurt. Ja, zeker als het al 2 jaar geleden is dat ik ermee gereisd heb. Gisteren zat ik nog op de Nordschleife. Dit is dus niet evident, maar ik amuseer me wel. Ja, ik zou zeggen dat de auto quite different, but it's nice to drive and it's a lot of fun. En jullie zijn ook aan het vechten voor de overwinning. Ja, maar dat ligt ook niet echt aan mij. Hè. Om eerlijk te zijn, mijn teammaats zijn voorlopig een beetje sneller dan ik. En we maken voorlopig nog deel uit van de kopgroep en dat doet deugd. En beleeft u er eigenlijk zelf nog wat plezier aan? Tuurlijk wel. Bovendien zitten heel wat wagens op de piste en dat is best cool.